Ik zou mijn bedrijf omschrijven als een mooi klein zaakje, passievol. Ik verkoop heel veel mooie producten van verschillende ondernemers, kleine producenten die op een prachtige manier hun producten maken. En ik denk dat je daarin een voorbeeld kan zijn om heel veel mensen bewust te maken en dat verhaal te vertellen van de producenten. Ik heb altijd eigenlijk met heel veel liefde in dit pand gewerkt. Als klein meisje begon ik hier natuurlijk al. We leefden hier eigenlijk met de hele familie altijd van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dat gevoel wilde ik eigenlijk ook wel een beetje behouden. Bij mij in het paplepel is ingegoten het ambacht, maar ook hoe je een bedrijf kan neerzetten, hoe je dat overbrengt in je winkel. Elk detail is belangrijk. Het allermooiste aan het vak vind ik toch wel dat je veel dingen zelf kan maken. De kwaliteit van de producten en het verhaal achter de producten. En juist dat mensen dat verschil ook proeven. Het meest trots ben ik op dat ik toch hier in dit pand sta. Het familiebedrijf natuurlijk meer dan 100 jaar. En dat je dat toch als vierde generatie, vijfde generatie kan doorzetten. En dat er niet zomaar iets verdwijnt wat jarenlang iets is geweest.